Europa. Ja. Want de nieuwe beoogde Europese Commissie die wordt vandaag gepresenteerd in Straatsburg door commissievoorzitter Ursula von der Leyen. Nou, na gisteren een plotselinge opstappen van Thierry Breton gaan we vandaag hopelijk wat minder turbulent water in. Maar we weten dat Wopke Hoekstra opnieuw is voorgedragen en gaat volgens bronnen in de volgende Europese Commissie gewoon door met zijn huidige klimaat groene groei en zijn huidige portefeuille klimaat en groene groei. En ook komt het Europees Parlement vandaag voor het eerst sinds het zomerreces bij elkaar. En daarom gaan wij naar onze Europa-correspondent Stefan de Vries. Want die is erbij bij die zitting vandaag van het EP. Stefan, goedemorgen. Goedemorgen, Bas. Eerst eventjes naar dat verhaal, de nieuwe Europese Commissie. Hoe gaat die er naar verwachting uitzien? Wordt het inderdaad een 50-50 man-vrouw? Nee, daar ziet het nu niet naar uit. Het was inderdaad wel de ambitie van Ursula von der Leyen. Die had de lidstaten duidelijk gevraagd om zowel een mannelijke als een vrouwelijke kandidaat voor te dragen. Maar veel lidstaten hebben zich daar niet van aangetrokken. Dus er zijn nu meer mannen dan vrouwen, althans kandidaten. Want het is nog een kandidaatcommissie. Verrassend veel ministers uit de lidstaten. En dat betekent dat de Europese politiek toch misschien steeds meer iets ook voor zwaargewichten wordt. Al kan het natuurlijk ook zo zijn dat hoofdsteden misschien mensen van wie ze af willen wegpromoveren naar de Europese Commissie. Een daarvan is de Fransman Stéphane Séjourné, nu nog de demissionair minister van Buitenlandse Zaken, een vertrouweling van Emmanuel Macron. En die werd gisteren naar voren geschoven toen Thierry Breton, de commissaris, ineens afscheid nam. Ja. Want hij was boos op Ursula von der Leyen. Daar liep al langer een conflict tussen die twee. Séjourné wordt waarschijnlijk een van de vicevoorzitters. Dan de kandidaat van België is een oud-journaalpresentatrice en de huidige minister van Buitenlandse Zaken, Hadja Labib. Wat zij gaat doen is nog niet bekend. Hongarije, Kroatië, Letland, Slowakije doen net als Nederland en verlengen het mandaat van de huidige commissaris. Nou, voor Nederland is dat natuurlijk Wopke Hoekstra. Ja. En Portugal opvallend stuurt een bankier van Morgan Stanley. Ja. Maria Luís Albuquerque, zij wordt de Europese commissaris namens Portugal. En wat al eerder bekend was, is de oud-premier van Estland, Kaja Kallas, ook een vrouw. Zij wordt de hoge vertegenwoordiger voor buitenlandse zaken. Dat is dus al wel bekend. Wie welke portefeuille precies krijgt, ja, dat gaat Ursula von der Leyen in de loop van de dag vandaag in Straatsburg aankondigen. Ja, in hoeverre is ze beschadigd door dat ontslag gisteren, wat Thierry Breton nam, met brief die hij op Twitter plaatst, waarin hij zegt dat ze bestuurlijk de ene fout naar de andere maakt? Nou ja, dat is lastig te lezen. Omdat Thierry Breton een van de grootste criticasters was van Ursula von der Leyen. Dus daar is ze nu van verlost. Het was een lastige steen in haar schoen. Dus je zou zeggen, daar heeft ze nu wat meer vrij spel. Ze is behoorlijk autoritair. Tegelijkertijd, ja, ze wilde vorige week al de kandidaten voorstellen. Dat was haar eigen deadline die ze zelf had gesteld. Die moesten opschuiven naar deze week. Het rommelt al langer bij de samenstelling van de Europese Commissie. Dus haar geloofwaardigheid is wel degelijk beschadigd. Ze is nog niet eens begonnen aan haar tweede termijn. En het gaat nu al mis, zou je kunnen zeggen. Ze krijgt een flinke kluif om haar geloofwaardigheid te herstellen. Dan naar het andere, want Draghi, Mario Draghi, kwam vorige week met een rapport. Oud-ECB-president, wordt vandaag besproken in het Europees Parlement. Ik kan me voorstellen dat daar nogal wat haakjes aan zitten waar Europarlementariërs over gaan praten. Hij is er zelf bij. Ja, hij presenteert eerst zelfs zijn rapport vanmiddag, dus in Straatsburg. Daar zijn wij ook bij. Mm-hmm. Daarna is er een debat met de Europarlementariërs over dit rapport. Even in het kort, waar het op neerkomt is dat Europa dreigt achter te geraken. Nou, dat horen we al vaker. Dus we moeten de innovatiekloof met de VS en China dichten. We moeten met een gezamenlijk plan komen voor het concurrentievermogen en de veiligheid en defensie vergroten en de afhankelijkheid verminderen. Dus de strategische autonomie. En kost 800 miljard, hè? Nou, dat is niet helemaal zo. Draghi wil dat er 800 miljard per jaar extra wordt geïnvesteerd. Dat klinkt heel veel, maar dat komt ongeveer neer op 4,5 cent van iedere euro die in Europa wordt verdiend. Dus het is niet heel erg veel. Maar ja, de vraag is natuurlijk, wie gaat dat betalen? En daar krijg je weer een ouderwetse discussie over die niet zozeer langs politieke lijnen loopt, maar meer langs geografische lijnen. En ja, als je oog hebt voor geschiedenis, zou je ook kunnen zeggen langs katholieke en protestante lijnen. Want ja, in het zuiden is men een voorstander van meer Europees geld. Hè, ook gezamenlijk
lenen, geld lenen. En in het historisch protestantse noorden is het altijd weer geen cent te veel, hoor. Dus dat zal je ook vandaag zien in het Europese parlement. Maar het raakt natuurlijk een diepere snaren, dat rapport. Want ja, de vraag is, welke kant gaan we op met de Europese Unie? Gaan we meer integreren? Gaan we toch meer naar een federatie toe? Of krijgen de nationalistische populistische partijen, die nu in heel veel landen in de regering zitten, ook in Nederland natuurlijk, toch hun zin door de EU minder belangrijk te maken. Maar ja, is er een keus? Nou, die vraag, daar zal vanmiddag ook over gesproken worden in Straatsburg. Daar gebeuren de echte dingen, daar is de inhoud. Ja, terwijl Nederland dan naar de hoedjes kijkt in Den Haag. Duidelijk, dankjewel. Europa-correspondent Stefan de Vries.